Grijpel onzichtbaar en Kittel, het ziet er eenvoudig uit en dat is het ook. De Ster ZLM Tour was altijd al een feestje voor de sprinters. Maar dit jaar zijn de snelle mannen wel heel goed vertegenwoordigd. We hebben de afgelopen jaren hebben we toch steeds meer naam gemaakt als een koers waar de sprinters met name de laatste voorbereidingen voor de Tour konden doen. Wij noemen het ook de generalen voor de Tour. En ja, een veld met Kittel, met Grijpel, met Hugh Kost staat aan het vertrek. En natuurlijk ook onze Nederlandse favoriet Moreno Hofland. Alleen heeft die Nederlandse favoriet net een grote ronde in de benen in plaats van in het vooruitzicht. Ja, vooral met aanzetten merk ik wel dat er altijd bergop rijden, dat die een beetje die echte power is weg. Ik kan wel hard sprinten, maar die echte eerste aanzet is wel even een beetje afgebot, zeg maar. Die echte power zal hij toch snel terug moeten vinden. Eind deze maand wacht namelijk een nog veel belangrijker wedstrijd. Het NK is ook een vlak parcours, wat misschien gaat uitdraaien op een sprint. Dus na een zware Giro en even wat rustig aangedaan te hebben, wil ik even de vorm een beetje aanscherpen. Dus ik denk wel dat dat moet kunnen daar. De eerste Brabantse etappe gaat van Den Bosch naar Rosmalen. Tweede van Eindhoven naar Bokstel. Beide zijn ze zo'n 180 kilometer lang en natuurlijk helemaal vlak. Nou, we hopen dat we veel bezoekers kunnen verwachten en dat mensen leuke wielersport gaan zien. Dat zal wel goed komen met zo'n sterk deelnemersveld. Donderdag dus de finish in Rosmalen, zondag in Bokstel.